In haar beginjaren in het betaalde voetbal bivakkeerde Almere City, dat toen nog FC Omnieuwelt heette, eigenlijk altijd standaard in het rechterrijtje van de eerste divisie. Men moest werken met beperkte budgetten en dus konden er ook geen wonderen verwacht worden van de jongste profclub van Nederland. In de beginjaren werden er vaak grote en pijnlijke nederlagen geleden. Met als triest dieptepunt een wedstrijd in 2010 hier in Rotterdam. Almere City leidde op het kasteel haar grootste nederlaag uit de clubgeschiedenis. Sparta was met maar liefst 12-1 te sterk voor de Almeerders, die tot op de dag van vandaag deze smadelijke nederlaag, deze blamage, nog niet vergeten zijn. Almeerders stonden destijds onder leiding van deze trainer Henk Wisman. Ook voor Wisman was de wedstrijd op het kasteel het absolute dieptepunt in zijn carrière. Ja, tuurlijk. Ik heb nog nooit met 12-1 verloren. Ook niet meer met 10-0 of wat dan ook. Dus dit zijn cijfers. Mijn grootste nederlaag is geweest als trainer in betaalde voetballen. Was uit bij PSV met Volendam. En dan verloren we met 7-0. En als je dan met 12-1 verliest, ja, dan doet dat pijn. Voor jezelf en voor de club en vooral voor de mensen waar je mee samenwerkt. Verdediger Dion Malone was die dag een van de basisspelers bij Almere City. Malone was destijds een groot talent en groeide later uit tot een eredivisiespeler bij ADO Den Haag. Ook Malone kan zich de 12-1 nederlaag bij Sparta nog herinneren als de dag van gisteren. Volgens mij 6-0 in de rust, dat ik weet dat het helemaal stil was. Dat ik echt nog nooit eerder meegemaakt. Dat eigenlijk niemand wist wat hij moest zeggen, doen of zich te gedragen. Het was heel raar. En ja, ook die spits die 8 doelpunten had gescoord, ja, heb ik ook nog nooit meegemaakt eigenlijk. Ik voelde me heel machteloos. En wat ik me ook goed herinner van die dag is dat ook voor het eerst was dat ik na een wedstrijd zeg maar weer terugkwam bij het stadion. En dat je niet je tas pakt en naar huis gaat, maar dat je gewoon nog met elkaar gaat praten over die wedstrijd. Van wat is er nou eigenlijk gebeurd? Het was onwaarschijnlijk. De man die de spits van Sparta moest dekken, die had niet zijn beste dag en volgens mij ook nog niet. Ja, volgens mij had hij zijn lenzen niet in, zei hij zelf ook nog. Je kan roepen van het ligt alleen maar aan die en die of die. Maar je bent zelf mede verantwoordelijk vanaf die kant. Zo is het. En dus dat moet je ook naar je toe trekken. En dan moet je geen jankverhalen verkopen. En ik meen ook dat ik dat op dat moment niet heb gedaan. Nee, je nam je verantwoordelijkheid. Vond je dat dan moeilijk om in de media te woord te staan bijvoorbeeld? En jullie werden toch een beetje een mikpunt van spot. Nee, eigenlijk. Ik weet nog wel goed dat mijn uitspraak was van... Het elftal heeft het team in de steek gelaten. Ja, en daar werd een beetje lacherig over gedaan bij de heren van Voetbal Insight op dat moment. Maar daar sta ik nog steeds achter. Jullie waren ook een beetje mikpunt van spot volgens mij. Ja, op dat moment zeker. Wat ik me ook goed herinner is dat ik het weekend niet buiten ben geweest. Of dat ik niet... Ik wilde geen boodschappen gaan doen of eventjes... Gordijnen dicht. Ja, serieus. Ik heb me echt even opgesloten in huis, want ik schaamde me echt enorm. Nou, denk je er nog vaak aan terug? Nee, nooit. Dus min of meer verdrongen. Maar altijd heb je wel een momentje in het jaar dat iemand je toch. Dat diegene je toch even aan die dag herinnert, helaas. Heeft hij die 12-1 nederlaag, heeft hij destijds nog lang nagedreund? Nee, voor mij niet. Op dat moment deed het ontzettend veel pijn. Maar ik ga op dat moment verder. En op dat moment moet je focussen op hetgeen wat komen gaat. Dat hebben we ook gedaan. En dat hebben we ook in de thuiswedstrijd tegen Sparta rechtgezet. Want we hebben ondanks de grote verschillen in budget, in begroting, hebben we gewoon 3-1 thuis gewonnen van Sparta. Ja, en hebben ze in de eerste helft compleet van de mat gespeeld. Dus, en dat geeft je op dat moment ontzettend veel voldoening, dat je dat daarmee recht hebt gezet. En dan blijft het toch uiteindelijk qua punten, zij hebben 3 punten behaald en wij hebben 3 punten behaald. En zo kijk ik er op dat moment naar.